Museumvereniging richt zich op een positief imago van musea. Kwaliteit bieden en een groot en divers publiek bereiken zijn daarbij belangrijke speerpunten. En dat begint natuurlijk bij de musea zelf, die stuk voor stuk pareltjes binnen hun collecties hebben. Nou, wat je hier ziet is eigenlijk een instrument uit 1670. Het heet de Leidse Sfera. Het oudste planetarium wat bewaard is gebleven met de zon in het midden. Het is een heel nieuwe manier van tegen de wereld aankijken. Ja, en in een museum dit soort verhalen vertellen met dit soort unieke instrumenten, ja, dat betekent de collectiewaarde van zo'n stuk. We hebben eigenlijk drie termen waarmee wij altijd werken. Dat is leren, beleven en verwonderen. Je leert over kunst en de historie van de regio en de stad. Je beleeft wat kunstenaars om te laten zien. En je kunt je verwonderen door de schoonheid van de kunstwerken uit het heden, maar juist ook uit het verleden. In dit kermismuseum in het Markieshof vertellen we de geschiedenis van de jaarmarkten naar die moderne kermis toe. En dat kun je hier allemaal beleven op een echte jaarmarkt uit de middeleeuwen. De verbindende waarde is dat jong en oud ontmoet elkaar hier. Jong leert oud over de geschiedenis van Harderwijk, neemt hun kinderen mee, toeristen komen hier, ontmoeten elkaar en die ontmoetingsruimte, dat is een hele belangrijke functie van het Stadsmuseum geworden. Wat we hier zien is bijna allemaal gevonden hier in de grond in Nijmegen. En dat betekent als hier iets gebouwd gaat worden in de stad, moet je eerst opgravingen doen en bijna altijd wordt er wel iets gevonden. En als je dan ook ziet die educatieve waarde van zo'n museum dan ook is, dat iedereen op de hoogte blijft ook van die geschiedenis. Wat wij doen is, we brengen een stukje van de textielindustrie terug, maar dan voor de hoogste niche binnen de creatieve industrie. We maken een ideale leeromgeving, maar ook een ideale werkomgeving. En dat is voor van grote economische waarde voor kunstenaars en vormgevers om hier in de stad te acteren en te verblijven en Tilburg de wereld in te brengen. Maar er is niet alleen veel te zien in de Nederlandse musea, hun rol gaat verder. Dit zijn slechts enkele voorbeelden hoe musea met hun collecties verbeelding en gesprek oproepen of wat voor de gemeenschap betekenen. Iets waar we bij de museumvereniging trots op zijn en met liefde de belangen voor behartigen.